SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd SV Urk tegen ASVH uit Hendrik Ido Ambacht op zaterdag 4 februari 2023. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Winkel en onze pupil van de week is vanmiddag Louis Jansson. En na dit doelpunt van Louis Jansson kon Urk beginnen aan de wedstrijd. En dat leverde direct een hele grote mogelijkheid op voor ASVH. Vlak voor het doel, onderkant lat. Met veel geluk komt die bal weer terug in het veld. En kan Urk beginnen aan de opbouw van een aanval. In dit geval via Hesselsnoek. Hesselsnoek naar de buitenkant, Lucas Tol. Lucas Tol breed naar Ieder Neentjes, die even de tijd neemt om de aanval goed op te zetten. Want dat was vandaag toch wel het probleem bij Urk. De zuiverheid in de passes. Lucas Nagel breed op Rikert Jan Brands. Rikert Jan Brands, de captain van SV Urk. Een diepe paas naar de buitenkant. En dan is het opnieuw Lucas Tol die probeert het op eigen initiatief. Maar die bal gaat een metertje over het doel. Opnieuw een aanvalsopzet van SV Urk. Via de rechterkant is het Lucas Graal. Lucas Graal met zijn individuele actie. Paast even breed richting Rikert Neentjes. En zijn schot wordt goed gepareerd door de doelman van ASVH, Jomar Gomes. Maar Urk was wel heel veel in aanvallend opzicht bezig om het doel van ASVH te vinden. Maar erg onzorgvuldig in de passes, wat bij deze aanval een uitzondering is. Het gaat via 4-5 schijven, komt die bal uiteindelijk aan de buitenkant bij Lucas Tol. Lucas Tol met een individuele actie en dan is het uiteindelijk Lucas Graal die zijn inzet geblokkeerd ziet. En ten koste van een gewone doeltrap gaat deze kans verloren. En dat is eigenlijk het beeld van de eerste helft, waarbij twee ploegen wel een hoog tempo proberen te spelen, maar erg onzorgvuldig waren in balbezit. En dan was het nog met name ASVH dat nog het meeste en zorgvuldig probeerde te spelen. En dat lukte dan af en toe. Maar de hoge druk die SV Urk zette, leverde ze ook wat problemen op. Want hier dan een mooie paas op de buitenkant. En is het een schot in het zijnet, waarbij Richard Strijker alleen maar kan kijken naar de bal en geen mogelijkheid. Een corner van Johannes Schrijver. Johannes Schrijver bij de tweede paal. Maar weer geen gevaarlijk moment. Dat is Lucas Tol die dat probeert om zijn individuele actie af te ronden. Maar die bal is over de achterlijn. En ten koste van een hoekschop weet ASWH het doel schoon te houden. Opnieuw een hoekschop en dan komt er probeert een afstandsschot. Is het in dit geval Ieder Neentjes naar de buitenkant. Lucas Graal weer met een hoge voorzet. Maar die voorzetten kwamen allemaal niet aan. Het was over het algemeen een prooi voor de verdediging van ASVH die makkelijk stand hield. En ook dit afstandsschot van Rikert Jan Brands, dat mist de zuiverheid. Is het ASVH dat even rustig probeert de bal in de ploeg te houden. Via de zijkant. En is het slecht uitverdedigd door die doelman. Dus Ieder Neentjes op Joël Tol. Joël Tol naar de buitenkant. En een voorzetje. Maar ook deze voorzet mislukt weer. En het leverde al met al wel veel balbezit voor de Urkers op. Maar geen echte mogelijkheden in die eerste helft. Buiten dan misschien een keer het geblokkeerde schot van Lucas Graal. En dan is het ASWH dat een hoge voorzet richting de tweede paal. Een kopbal daarvan. De ASVH maar gaat over het doel en zo met bijna geen mogelijkheden in de eerste helft. En eindigt de eerste helft gewoon in een troosteloze 0-0. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today.
Zo beginnen we aan de tweede helft met twee ongewijzigde ploegen met Klaas Kramer in balbezit met een lange paas richting Hesselsnoek. Maar ook deze paas bereikt niet zijn doel en is het ASVH dat rustig kan beginnen aan een aanval. En dan is het Vetaki die achter de verdediging van Urk Botermans vindt en die passeert Richard Strijker. En zo staat ASVH toch wel wat gelukkig op een 1-0 voorsprong met wel een luchtje van buitenspel. Maar scheidsrechter Winkel en zijn assistenten hadden dat niet gezien als een buitenspelsituatie. En zo moest Hurk op dat moment in de achtervolging. En het was ASWH dat op het middenveld de bal rustig kon rondspelen. Waarbij de druk van Urk niet op de juiste momenten plaatsvond. En is het hier ASWH weer met een goede mogelijkheid. Met een schot richting de eerste paal. Maar dan is het Richard Strijker die de bal langs ziet gaan en verder niet op moet treden. Is het uiteindelijk Rikert Jan Brands. Maar weer een onnodig balverlies. En kan ASWH rustig aan de aanval beginnen. Naar de tweede paal. En dan komt hij uiteindelijk aan de zijkant. Maar een schitterende reactie van Richard Strijker. En hij voorkomt daarmee dat Urk op een grotere achterstand komt. Ten koste van een hoekschop. Hesselsnoek met een individuele actie probeert zijn medespeler te bereiken. Maar ook dit was weer balverlies. En dan uiteindelijk komt die bal helemaal aan de buitenkant. En dan is het Richard Strijker goed uit zijn doel komend. En werkt die bal over de achterlijn ten koste van de hoekschop. En het is ook geen penalty wat ASWH heel graag wilde. En scheidsrechter Winkel die trapte daar niet in. ASWH met een cornerbal. Komt die bal weer voor het doel. Hoog voor het doel. Maar die bal wordt wel ingekopt. Maar gaat een metertje langs het doel van Richard Strijker. En dan is het de doelpuntenmaker Botermans. Die het veld moet verlaten. Wegens krampsituatie. Urk dat probeerde in een hoog tempo te spelen. Maar het leverde weinig mogelijkheden op. Al is het hier Klaas Ronkers ingevallen voor Rikert Nentjes. Die zijn schot ziet geblokkeerd. En is het ook geen mogelijkheid. En dan is het Johannes Schrijver. Die de vrije trap van achteruit neemt. Richting de linkerkant van het veld, maar ook daar kan Urk niet van profiteren. Is het Hesselsnoek die de bal teruglegt op Gnodde. En Gnodde die probeert daar Lucas Tol te bereiken. Dat lukt ook wel, maar de inzet van Lucas Tol mist iedere kracht en zuiverheid om gevaarlijk te worden. Dan in de slotfase van de wedstrijd. Vrije trap. Johannes Schrijver. Maar recht in de voeten bij een speler van ASWH. En dan kan daar Mohamed El Karbaksi. Die kan er vandoor. En dan komt uiteindelijk die bal terecht. En dan is het Mirko Deinits. Die de bal achter Schrijver speelt. En ver in de blessuretijd is het uiteindelijk Urk dat met 2-0 achterkomt. En ze krijgen nog wel heel veel tijd om wat te doen aan die achterstand. Want de scheidsrechter trekt veel tijd bij wegens het tijdrekken van ASWH. Want zij hadden na 7 nederlagen op rij uiteindelijk weer zicht op weer een overwinning. En ondanks dat ze niet goed speelden, toch een overwinning voor ASWH. En in een toch zeer teleurstellende wedstrijd verliest Urk deze wedstrijd met 2-0. En dan gaan we nu luisteren naar de analyse van de beide trainers van ASWH en daarna van Gert-Jan Kasten van SV Urk. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Van der Waal naast mij, na 7 nederlagen op rij, eindelijk weer het zoet der overwinning. Ja, dat kan je wel stellen. De opluchting is bij ons behoorlijk groot na vandaag, ja. En als je er nou op terugkijkt, wat was dan het verschil met deze wedstrijd en die voorgaande wedstrijden? Waarom lukt het dan vandaag wel bij jullie? Nou, ik denk dat vandaag een dosis geluk de basis is geweest. Want van de afgelopen wedstrijden was dit veruit onze minste. Zeker als we kijken naar wat we aan de bal hebben gedaan. Alleen ja, de momenten ontstaan dat we inderdaad met een loopactie achter de laatste linie gelijk 1-1 met de keeper komen. En we maken het af, gelukkig. En daardoor viel het onze kant op. En die dosis geluk, is dat ook een kwestie van vooraf de ploeg wat meer op scherp zetten? Nou nee, kijk, wij zitten in een situatie dat we echt moeten gaan strijden en vechten om ons hoofd boven water te houden. Dus daar begint het bij.
En we gaan op zoek naar momenten. Ja, gelukkig vielen die vandaag voor ons. En dat geluk, want ja, dat eerste doelpunt, ja, wel of geen buitenspel, dat zal straks ook wel weer uit de beelden blijken. En dan heb je inderdaad het geluk mee vandaag, hè? Ja, daar zit wel een luchtje van buitenspel. Of het is, weet ik niet. Dat moet inderdaad de beelden uitwijzen. Maar dat wat ik zeg, het viel onze kant op. In ieder geval een opluchting bij ASWH na de overwinning na 7 nederlagen op rij. Gefeliciteerd en succes met het vervolgen van de competitie. Dankjewel. Gert-Jan, als ik even nog de aandacht mag, ook achterin, dat zou wel zo prettig zijn. Want ja, ook na slechte wedstrijden, want dat was het vandaag in mijn beleving. Ja, dan is het toch even om uit te leggen waarom het dan vandaag niet lukte. Nou, ik weet niet waarom het niet lukte, maar het is gewoon een wanprestatie. Een hele grote. En ik schaam me dat ik op dit moment trainer ben van dit elftal. Nee. Even luisteren. Het gaat over deze prestatie. Het gaat niet over de mensen. Het gaat niet over of wij een goed seizoen spelen. We doen het hartstikke goed. We staan elfde. Ja, maar het spijt me zeer. Maar we hebben vandaag van onszelf verloren en niet van de tegenstander. In balbezit hebben we niks goed gedaan. Verdedigend hebben we niks goed gedaan. We laten ook nog door de intimidatie van de tegenstander 2 keer een gele kaart opnaaien. Waardoor we 2 schorsingen extra hebben. We hebben ons hoofd verloren. We hebben zonder inzet gespeeld. Nou, en als Urk zonder inzet speelt, de afspraken niet nakomt en zich ook nog laat intimideren door tijdrekkende tegenstanders, nou, dan zijn we echt een heel zwak elftal vandaag. En daar baal ik van onze stekker. En dan ga ik niet hier een positief woord houden, omdat de mensen dat liever horen. Urk moet echt verbeteren. Dit is onacceptabel. En daar gaan we van de week keihard over nadenken en aan het werk. Dat betekent dat volgende week tegen Dovo we een heel andere Urk te zien krijgen? Ja, dat zal wel moeten, want ik heb er nu geloof ik 4 of 5 geblesseerd en 1 of 10 geschorst. Dus spelers van de F1 die maken op dit moment kans op een basisplek, denk ik. Maar ja, dat zien we volgende week. Maar wij hebben het echt op het moment hebben het heel slecht in de bezetting. En biedt ook kansen voor andere spelers. Dus we gaan zien wie dat nu gaan invullen. Maar zoals het nu lijkt, dan Klaas Kramer speelt sowieso niet. Dick Hakvoort is nog niet fit. Benny is nog niet fit. Jan Ras is nog niet fit. Volgens mij is Lucas Nagel, daar is nog discussie over, maar die is ook geschorst. Ieder die loopt af en toe op zijn laatste benen met zijn enkeltje. Ja, Pieter Brands heeft spit. Al met al, dunt uit. Kortom, deze week wordt het een hele grote puzzel voor de trainer van SV Urk, Gert-Jan Karsten, na deze toch zeer teleurstellende prestatie van vandaag. 0-2 verlies tegen ASWH. Succes bij de voorbereiding op Dovo en het leggen van de puzzel voor volgende week. Dank jullie wel.